Zoals u weet, baart de veiligheidssituatie in het land, en letterlijk in het land, ons grote zorgen. We hebben derhalve een meeting gehad met de minister van Justitie en Politie, minister van Defensie, de veiligheidsdiensten en de procureur-generaal. We hebben het geheel in een aantal facties moeten onderbrengen, omdat een van de gebieden in het binnenland dreigt ons een beetje uit de hand te lopen. En we kunnen natuurlijk als gerespecteerde regering niet maken dat we een stukje jurisdictie over het grondgebied kwijtraken. Ten aanzien van de veiligheid in en om Paramaribo, ook dat baart heel veel zorgen. Het heeft heel veel tijd gekost om het geheel in kaart te brengen en de nodige maatregelen zullen vanaf nu al eigenlijk getroffen worden tot in de kleine uurtjes, tot 5 uur in de ochtend, zijn zowel de politie als de veiligheidsdiensten en de militairen bij elkaar geweest om het plan door te nemen. En natuurlijk moesten we de PG informeren om natuurlijk binnen wet en regelgeving te blijven. We zullen ook de familieleden van de geïdentificeerde criminelen zullen wij oproepen. We zullen de gemeenschap oproepen omdat we binnen enkele weken dat onveilig gevoel welke er is significant willen terugdringen. Met betrekking tot de ophanden zijnde demonstratie, u weet dat het is een goed recht, het is een grondwettelijk recht van elke Surinamer om te mogen demonstreren. En we hebben zelf begrip voor demonstraties. Zeker wanneer we het bekijken tegen de achtergrond van de financieel-economische situatie in de wereld in zijn algemeenheid en in Suriname in het bijzonder. Wat we natuurlijk ons niet kunnen permitteren is dat gebruikmakend van dit grondwettelijke recht, we zien dat er criminelen worden opgeroepen en dat er plannen worden beraamd om subversieve activiteiten te plegen. De politie zou dus heel scherp op dat stuk moeten letten. We willen aan de demonstranten vragen om de zaak echt binnen wet en regelgeving te houden. Helaas zien we dat politieke componenten hiervan ook misbruik willen maken of misbruik maken en zich als voormannen en voorvrouwen opwerpen onder het mom van ons democratisch recht om daar politieke munt uit te slaan. Ik laat het over aan de inventiviteit en aan de ons nationaal gevoel om dit binnen het kader nogmaals van wet en regelgeving te houden. Ik wil de Surinaamse burgers, onze Surinamers, vragen het hoofd koel te houden. De regering met haar ten dienste staande middelen de gelegenheid te geven om samen met hun binnen kort termijn zaken tot beheersbare proporties terug te brengen. Nogmaals, we gaan iedereen nodig hebben om deze onsmakelijke zaak straks uit het verleden te laten behoren. Waar precies van het binnenland en wat is er precies aan de hand? En twee, waarom zoveel
politiemensen op de been, zoals u dat heeft uitgelegd. Om, is dat misschien om de protestacties die vanmorgen gepland zijn, de kop in te kunnen drukken? Eigenlijk begreep ik de vraag niet zo goed. Ik heb u een algemeen beeld gegeven van de onveilige situatie. Wanneer wij acties plannen om dan concreet in het Appomah-gebied straks acties te voeren, dat heeft dat niks te maken met demonstraties. Het heeft te maken met het onveilige gevoel van onze Surinamers daar, waarvan de vrouwen niet eens durven naar hun kostgrond te gaan. Waarbij er enkele beroevingen, let wel, enkele beroevingen per week plaatsvinden. Waarbij men niet schroomt om kerkleiders zelfs te beroeven van de tienden die hun aanhangers of hun volgelingen in het zakje doen. Dan nog een gebied waar welke aandacht vraagt. Vorige week is er een bespreking geweest, deze ochtend is er een bespreking geweest, zaterdag gaat er weer een bespreking zijn. Dan praten we nu over het Lauwe gebied, waar je een hele grote concentratie hebt van Garimpeiros en waarvan heel veel onregelmatigheden plaatsvinden. We hebben de goede hoop dat we in samenspraak met de bonzen en met het plaatselijk gezag en met de ambassades hier te landen dit tot beheersbare proporties kunnen terugbrengen. Met betrekking tot de kwestie van de demonstraties vanmorgen heb ik al voldoende gezegd. Het is een grondwettelijke recht van een ieder om te demonstreren. Edoch hopen we niet dat men zich politiek laat misbruiken. Ook dat zou nog kunnen, maar wat niet kan is dat men zich toe er laat verleiden om over te gaan tot calamiteiten. En dat zal de politie dus niet kunnen tolereren.